welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een video waar jullie om hebben gevraagd. Ik heb echt een heleboel adventkalenders unboxed. Ik heb er echt iets van 6 of zo hier unboxed op mijn kanaal. Ik heb er ook 1 unboxed op mijn Instagram. Dus volg me ook daar als je daar wat extra materiaal wilt zien. Wat extra content. En ik vind het echt heel erg leuk. Ik ben nou klaar met de adventkalenders. Zover ik weet komen er geen meer binnen. En ik ga er ook geen meer halen. De laatste adventkalender die ik heb unboxed is de Only You adventkalender van de Easy Paris. Daar zat echt een heleboel make-up in. En toen kreeg ik een aantal comments van maak je eens een keer op met een make-up van een adventkalender. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik heb hier alle make-up in zitten die in die Only You Easy Paris adventkalender zat. Ik heb ook voor die kalender gekozen omdat dit allemaal make-up is en een brand die ik nog helemaal niet kende. Only You kende ik helemaal niet. Dus het is voor mij allemaal nieuw. Dus ik vond het wel leuk om dan die kalender te gaan gebruiken op mijn gezicht. Plus ik vond die kalender echt een van de leukste kalenders. Van alle kalenders die ik heb unboxed was die toch wel echt mijn favoriet. Dus vandaar dat ik die vandaag ga gebruiken. Ik heb al mijn base make-up al gedaan. Foundation, primer, concealer, poeder en gecontourd. Want dat zit echt in geen enkele adventkalender. Want dat zou echt onmogelijk zijn. Want dan moet je iedereen zijn huidskleur weten. Dus dat kan niet. Voor de rest ga ik gewoon de make-up gebruiken die in die kalender zat. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ja, ik ga gewoon proberen een zo leuk mogelijke look te maken als kan. Dus ben je benieuwd? Blijf vooral even kijken. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Oké, als je die advent kalender unboxing al hebt gezien, dan weet je al wat er allemaal in zit. Ik heb hier een aantal producten die ik niet kan gebruiken. Dus ik ga ze wel even snel laten zien. Maar die kan ik dus niet gebruiken. Ik heb hier een hele mooie glitterige vel. Ik gebruik geen vel, want ik heb acrylnagels. Ik heb hier een hele leuke handige kleine spiegel met Only You erop. Ja, die kan ik ook niet echt gebruiken. En de kwastjes, even kijken. In die kalender zaten 3 kleine kwastjes. Ook die ga ik niet gebruiken. Ik had ook toen in die video verteld, ik heb altijd niks aan van dit soort kleine kwasten. Dus ik gebruik gewoon mijn kwasten van mijn kwastencollectie, Sarah Marie Cosmetics. Link staat in de beschrijving. Ik heb hier ook een klein pincetje. Mijn wenkbrauwen zijn al geëpileerd dus, hè. En ik heb 2 kleine schattige haarelastiekjes die ik ook niet gebruik. Want mijn haar is gewoon altijd los. En ik heb een kleine beauty blender. Die ga ik ook niet gebruiken. Hij is veel te hard. Ik kan het echt al gelijk voelen. Dus deze vind ik niet fijn. En that's it. Voor de rest is het gewoon allemaal make-up die ik ga aanbrengen op mijn gezicht. Je zult het misschien niet geloven, maar ik ga beginnen met mijn wenkbrauwen. Als je mijn video's bekijkt, ik heb altijd mijn wenkbrauwen al gedaan voordat ik begin met de video. Dat heb ik nou ook gedaan. Ik gebruik altijd mijn NYX Brow Pencil om ze te creëren. Af en toe doe ik dan nog een wenkbrauwpoeder erin om het nog iets donkerder te maken. En dan een wenkbrauwgel en dan ben ik klaar. Nou heb ik alleen maar de pencil gebruikt, want in deze kalender zat ook een Only You wenkbrauwpoeder. Met 3 bruine kleuren van licht naar donker. En ik ga de donkerste bruine kleur gebruiken. De kleur die ik altijd gebruik voor mijn wenkbrauwen is gewoon zwart. Want ik heb gewoon echt zwarte wenkbrauwen. Ik heb ook echt zwarte haren. Dus ja. Dus dit is wel een beetje iets te licht naar mijn smaak. Maar ik ga het toch gewoon gebruiken. Want het is echt alleen om ze in te kleuren. Pak ik gewoon met een klein kwastje een beetje van die kleur. En dan ga ik daarmee gewoon een beetje mijn wenkbrauwen inkleuren. Ja, de kleur matcht niet echt met mijn wenkbrauwen. Het is echt wel warm bruin. Kijk, je kunt het denk ik ook wel echt zien. Je ziet nou hoe bruin het is. En het is warm. Terwijl mijn wenkbrauwen zijn echt zwart koel. Maar dat maakt niet uit. Dit kan ook gewoon werken. Zo, nou heb ik 1 bruine wenkbrauw en 1 zwarte wenkbrauw. Welke vind jij mooier, bruin of zwart? Let me know in de comments. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel echt een goed product. Het is goed gepigmenteerd, je hoeft niet veel te gebruiken. Ik zou die echt gebruiken. Helaas vind ik die kleur niet zo mooi. Ik ben gewoon niet zo van de bruine wenkbrauwen. Maar als er meer een assige zwarte kleur in zat, zou ik het echt zeker gebruiken. Dus dit vind ik echt wel een goed product. Er zit verder geen wenkbrauwgel of zo in de kalender. Dus ik ga gewoon die ik altijd gebruik gebruiken. En dat is de Colourpop Brow Gel. In de kleur Soft Black. Deze vind ik echt super fijn. En dan doe ik altijd zo een beetje mijn haren omhoog borstelen. En dan blijven ze een beetje mooi op hun plek.
Nou, dan ga ik beginnen aan de ogen. Ik heb 4 verschillende oogschaduwproducten. Ik heb hier een klein schattig Only You oogschaduwpaletje. Het zijn wel alle 4 glanzende kleuren. En je hebt een zwarte, blauwe, rode en een champagneachtige glanzende kleur. Ik heb ook een Creamy Eyeshadow. Dat is dus gewoon een oogschaduw van crème. En die is ook glanzend en die is een beetje soft paarsachtig. Dan heb ik ook nog oogschaduw pigment. Er staat op voor face en body, dus voor gezicht en lichaam kun je die gebruiken. Dit is een beetje een lichte champagneachtige kleur. En dan als laatste heb ik ook een liquid oogschaduw waar ik altijd heel erg van hou. En dit is een beetje een bronzy-bruine glanzende kleur. Nou, het zijn 4 hele verschillende producten. Het is een beetje lastig om ze alle 4 te gebruiken. Omdat de poeder ook voor je lichaam is, wil ik die gaan gebruiken zo hier als een glow en zo. Dus daar ga ik dan die voor gebruiken. En even kijken. Ik denk dat ik deze 3 producten gewoon wel kan forceren in een ooglook. Ik vind het wel jammer. Er is geen enkele matte kleur. Dus ja. But we're gonna make it work. Ik ga even inzoomen op de ogen. Oké, ik heb mijn ogen al geprimed met concealer. Dus ik ga niet meer primen. Ik ga gewoon gelijk beginnen met de oogschaduw. Even kijken wat ik nou het beste kan doen. Ik ga denk ik beginnen met de creamy oogschaduw. Deze licht paarse kleur. En die ga ik dan gewoon een beetje wild aanbrengen op mijn ogen. Ik ga er gewoon zo in met een platte kwast. De kleur is wel mooi. Het is een beetje assig paars. Mensen, ik heb echt geen idee wat ik nou ga doen. Ik moet dus een liquid oogschaduw, een gewone oogschaduw en een cream oogschaduw met elkaar mixen. Ik breng het gewoon zo aan over mijn hele ooglid. Zo, hij blijft wel echt gelijk goed plakken. Dat is wel fijn. Ik ga gewoon dit gebruiken als een soort van base voor de oogschaduwpoeders. Zo, de kleur is wel heel mooi en ik vind het ook een fijn product. Dan ga ik in met dit kleine oogschaduwpaletje waar dus echt geen enkele matte kleur in zit. Ik ga beginnen met deze beetje rode glanzende kleur. En dan pak ik gewoon mijn grote fluffy kwast. En dan ga ik dat soort van in mijn arcadeboog aanbrengen. Zo blend ik ook gelijk de creamy oogschaduw een beetje uit. Ik ga niet te hoog, want ja, alles is dus glanzend en dan wordt het niet zo mooi. Dus ik blijf gewoon een beetje laag. Wat je ook altijd kunt doen, is een handige tip als je een paletje hebt met dus echt alleen maar glanzende kleuren. Is pak gewoon een matte bronzer die je al hebt en breng een beetje van die bronzer aan hier zo in je crease. En dan de glanzende kleuren en dan heb je echt gewoon een complete goede ooglook. Maar dat wil ik niet doen, want ik wil me echt houden aan alleen maar de producten die in deze kalender zitten. Dit doet mij echt denken aan dat laatste Huda Beauty paletje. Die heeft ook zo van dit soort kleurtjes. We hebben een dupe gevonden, jongens. Zo, en dan pak ik een beetje van die zwarte kleur. Pak ik wel een iets kleinere fluffy kwast. Een heel stuk kleinere fluffy kwast. Pak ik een beetje van die zwarte kleur. Die breng ik een beetje aan, zo hier in de hoeken of zo. Om het een beetje donker smoky te maken. Nou, heel raar, maar ik vind het oprecht best wel iets hebben. Zo, dan pak ik nog deze bronzy liquid oogschaduw. Die matcht niet echt nou met de ooglook, want die is een beetje cooltone. En deze kleur is echt gewoon warm. Maar ik ga het toch wel forceren. Even kijken, ik pak gewoon zo een beetje met mijn vinger of zo. Dan breng ik het gewoon zo random aan. Voor een beetje extra glow. Zo, dit maakt het nou echt iets meer warm. Hier is het nog echt helemaal cool tone. En hier is het nou ook iets meer bruin. Apart is niet echt een mix die ik normaal zou doen. Zo, voordat ik inga op mijn onderste wimperrand, ga ik ook een oogpotloodje aanbrengen. In de adventkalender zitten er namelijk 3. Je hebt goud, je hebt paars en je hebt zwart. Ik ga denk ik zwart gebruiken om hier zo een soort van eyeliner te maken. En dan ga ik deze 2 kleuren allebei gebruiken voor in mijn onderste waterlijn. Dat is wel leuk. Want ik heb letterlijk nou een mix van paars en een goud zo op mijn ogen. Dus dat is ook wel leuk met deze. Ik ga beginnen met de paarse kleur. Die breng ik aan zo in mijn waterlijn vanuit de buitenste hoek. Om tot binnen, maar ik ga niet helemaal naar binnen. Want daar wil ik die andere kleur van doen. Ik wil echt gewoon alles gebruiken. En nou de gouden kleur. En die breng ik zo aan hier in mijn binnenste ooghoek. Dan pak ik de zwarte en dan maak ik even een smudgy lijn op mijn wimperrand. Ik moet zeggen, ik vind de oogpotloodjes niet zo. De beste van de 3 was de zwarte, maar ja, niet echt de beste kwaliteit. Even kijken, ik ga weer even in met dit paletje. En dan ga ik eerst in met deze zwarte kleur op mijn onderste wimperrand.
En dan blend ik het een beetje uit met de rode kleur. Iets goeds wat ook opvalt is dat er helemaal geen fallout is. Dat is altijd handig. En dan pak ik deze lichte glanzende kleur. Die ziet er echt prachtig uit. En die breng ik aan in mijn binnenste ooghoeken. Die is het meest glitterig van alle kleuren in het paletje. Dan ook een heel klein beetje onder mijn wenkbrauwen. Echt maar een heel klein beetje, want hij is echt best wel glitterig. Nou, dit is dan de hele ooglook. Het is niet de beste look die ik ooit heb gemaakt, maar ik moest het doen met wat ik heb. En ik vind het toch nog op zich best wel gelukt. Het is best een oké look. Ik ga even mascara opdoen en nep wimpers en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer helemaal klaar met de ogen. Ik vind het echt best een oké lookje. Nou ga ik mijn gezicht bronzen. Deze adventkalender heeft een bronze, maar... die is echt zo glanzend. Er staat ook op de achterkant bronzer en highlighting poeder. Ja, je kunt niet... Dat kan niet. Hij is echt super glanzend, jongens. Oh my god. Nou ja, ik ga toch gewoon proberen te bronzen. Hopelijk is het niet te glanzend. Pak gewoon een klein beetje. Mensen, kijk even. Dit is gewoon letterlijk een highlighter. Ik ga toch echt een bronzer gebruiken van mezelf. Want ik kan echt niet mijn hele gezicht zo laten shinen, jongens. Ik gebruik even mijn Revolution Matte Base Poeder in de kleur P10. Wat ik toch wel even ga doen, ik pak weer even die bronzer. Want nou is het hier anders dan hier. Dus ik ga ook gewoon een klein beetje van die weer aanbrengen aan de andere kant. Ik ga gewoon een beetje zo lichtjes over mijn bronzer heen met die kleur. Maar wordt gewoon een klein beetje glanzend, maar niet too much. Gewoon een beetje eroverheen zo. En dan heb ik hem soort van toch gebruikt. De blush ziet er wel heel mooi uit. Je hebt twee kleuren, een roze en een meer peachy oranje. Ik mix ze gewoon. Er zit een hele lichte glans doorheen, maar het is echt heel minimaal. Dus ik ga gewoon zo met mijn blushkwast erin. Oh, het is toch nog best wel glanzend. Waarom is alles glanzend? Het is echt too much. Zo, op zich is het mooi. Ik vind de blushkleur best wel mooi. Het is een oké blushje. Het is wel een beetje een glanzende blush. Sommige mensen vinden dat mooi, dan is het ideaal. Maar ik breng niet te veel aan, omdat anders mijn gezicht gewoon too much gaat glanzen. Ik heb even het licht ietsje lager gedaan, want het voelde alsof mijn gezicht iets te overbelicht was. Ik hoop dat je nou alles iets beter kunt zien. De blush is gewoon wel mooi hoor. Gewoon roze zo. Ik heb ook een Only You highlighter. Gewoon echt een echte. Dus geen mix met een bronzer of zo. En ik vind de kleur heel erg mooi. Dit soort kleuren gebruik ik echt. Dus daar ben ik wel enthousiast over. Dus ga ik een beetje van pakken. Dan aanbrengen hier bij mijn jukbeenderen. Oh ja, heel mooi. Niet too much. I like it. Dan breng ik ook zo een beetje aan op mijn neus, hier op de voorkant en een beetje hier. En dan blend ik het naar beneden, zo. En dan blend ik het nog een beetje uit met mijn vinger, zodat het ja iets minder heftig is. Oeh, het blendt wel echt alle kanten op. Ik ga even met mijn contourkwast even een beetje opruimen, want het blendde echt like, alle kanten op. Dan heb ik ook nog de lippen. Ik heb echt heel veel lipproducten. Allemaal een beetje rood, bordeauxachtig. Ik heb een lip gloss. Een beetje donker roze rood. Ik heb een matte liquid lipstick. Donker paars. En ik heb twee jumbo lipsticks. Dus van die potloodjes. In het rood en ook een beetje bordeaux. Ik kan niet alles gebruiken natuurlijk. Even kijken wat... het leukste gaat zijn met de look. Mensen, ik denk dat ik gewoon voor de donkere kleur ga. Ik doe niet heel vaak donkere lippen, dus een keer een afwisseling. Even de balm die ik nou op heb eraf halen. Misschien kan ik dan met de paarse oogpotlood mijn lippen omlijnen. Nou, dat had niet echt heel veel nut. Ik ga gewoon de lipstick aanbrengen. Oké, ik dacht dat het meer een paars zou zijn, maar het is toch wel meer rood bordeaux. Ja, als je zo kijkt, dan lijkt het toch wel meer paars. De kleuren komen niet helemaal overeen, maar goed, dat maakt even niet uit. Ik ga zo meteen nog de gloss erop aanbrengen als het helemaal is opgedroogd. Terwijl dat gebeurt, ga ik deze pigment aanbrengen. En ik ga kijken of dat een beetje lukt, zo hier, en wat er gebeurt. Ik pak gewoon mijn highlight kwast, maak ik even schoon in deze schoonmaakspons ding. Ik heb best wel veel gepakt, maar het is nou niet dat ik echt heel veel glow zie ofzo.
Het is gewoon een hele lichte, extreem lichte glow. Kijk, ik heb echt best wel veel, hè. Het valt een beetje hier overal, maar ik zie niet echt heel veel glow. Ja, wel een beetje. Een beetje. Heel minimaal. Ja, als je houdt van een extreem subtiele glow, dan vind je hem vast top. En hij gaat op zich best wel snel hier vanaf. Alleen hij plakt niet echt aan de huid. Hij gaat gewoon een beetje all over the place. Nou, en dan de gloss nog. Gewoon puur omdat ik hem gewoon wil proberen, doe ik hem op. Maar normaal zou ik dit niet echt op elkaar matchen. Ja, mooie gloss. Hij heeft mijn lippen nou echt super glossy gemaakt. Mijn lippen lijken nou echt super vol. Nou, en dat waren alle producten uit de adventkalender die ik kon gebruiken. Er zit geen fixing spray in, dus ik gebruik mijn Revolution Hyaluronic Fix Spray. Nou mensen, wat vinden we van de look? Ik vind het best een leuke feestlook. Ik vind het echt een mooie look voor de feestdagen. Ogen en de lippen zijn echt geschikt voor met kerst en dat soort dingen. Dus ik vind het fijn dat ze dat soort kleuren in de adventkalender hebben gedaan. Want adventkalenders zijn ook voor de feestdagen. Dus dat is ideaal. Je kunt hier dus echt een mooie feestlook mee maken. Ik zou alleen de lippen met deze oogkleur niet per se matchen. Maar goed, ik vind ze wel afzonderlijk van elkaar allebei prachtig. Ook de lippen. Ik vind de kleur echt absurd mooi. Ik had het niet van tevoren verwacht, maar ook met die gloss zo erop. Ik vind het echt heel erg mooi. Een aantal producten vond ik niet zo. En dat zijn echt stipt op nummer 1. De drie oogpotloodjes. Deze zijn echt gewoon ronduit slecht. Deze bronzer. Ik zou hem niet als bronzer gebruiken. Ik zou hem eerder gebruiken als highlight voor iets donkerder huidskleur. En dit pigment. Ja, er is niet echt heel veel glow. Het is echt te minimaal en het valt er ook gewoon van af. Het plakt niet echt aan de huid, dus deze zou ik persoonlijk ook niet echt gebruiken. Voor de rest, de lipstick vooral echt super mooi. Deze lipstick en lipgloss. De blush vind ik ook mooi. Oogschaduw paletje vind ik ook heel erg mooi. De liquid oogschaduw, de crème oogschaduw. Ik vind het allemaal echt goede producten. Ook vooral even kijken, het wenkbrauwpoedertje. Echt top. Deze vind ik echt heel erg mooi. I really like it. Maar goed, dit was het dan. Laat me weten wat jullie vinden van de look, van de producten, van de adventkalender. Ik hoor het graag. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd in beeld om te kunnen abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Ik plaats er 4 in de week. Doeg!